Ja, dat was Billy Joel met de Piano Man. Waar Paul McCartney van gezegd heeft, als ik dat nummer maar had geschreven, dat zou ik mooi vinden. Maar goed. Zo is het niet gegaan. Nee, het was Billy Joel. De vluchtelingenproblematiek heeft een grote impact gehad op de heeft nog steeds een enorme impact op de samenleving. En in Ede is daarvoor de procedure zelfs herzien na luide protesten. Hoe gaat dat nou in Veenendaal? Ja, in Veenendaal gaat het weer wat anders dan in Ede. Ook wij hebben gemeend ons steentje te moeten bijdragen aan de vluchtelingenproblematiek. Je kunt er van alles van vinden. Of de grenzen wel of niet strenger moeten worden bewaakt. Dat soort vraagstukken. Als gemeente heb je daar gewoon niet mee bezig te houden. En dan heb je te kijken, hoe is de situatie? Nou, er waren veel vluchtelingen, die zijn er nog steeds. En dan vind ik ook dat je als middelgrote gemeente je rol moet pakken. Ja. En daar een bijdrage aan moet leveren. We hebben dus ook crisisnoodopvang gehad, zoals dat heet. Mm-hmm. Dat is opvang voor in beginsel 72 uur. En die hebben we ook nog met een 48 uur verlengd. Dus dan heb je 5 dagen lang hebben we 150 mensen opgevangen in een sporthal in Veenendaal. En dat is eigenlijk met de nodige inspanningen, moet ik zeggen. Dat ging allemaal niet vanzelf. En met heel veel hulp van vrijwilligers en van het Rode Kruis en van vluchtelingenwerk en van de gemeentelijke organisatie. Maar dat is heel erg goed verlopen. Ja. Zowel de informatievoorziening naar de inwoners, mm-hmm. die natuurlijk moesten wennen aan het idee. Ja. Maar ook richting de vluchtelingen zelf. En uiteindelijk hebben we gezorgd dat die mensen en een veilig onderkomen hadden tijdelijk. En dat ze ook met enig perspectief, namelijk registratie voor de asielprocedure op zak, weer Veenendaal konden verlaten. Want ik vond het wel belangrijk om ook daar een bijdrage aan te leveren. En daarnaast hebben we niet in Veenendaal zelf, maar wel net over de grens in Overberg, het asielzoekerscentrum. Dat is natuurlijk gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar de effecten ervan zitten toch voor een deel ook in Veenendaal. Ja, met name in West. Ja, met name in Veenendaal-West. En dat loopt over het algemeen ook heel erg goed. Zeker als je kijkt dat daar 200 jongeren van tussen 12 en 18 jaar oud zitten. Ja. Dat gaat overigens op korte termijn wat meer gemixt worden. Dus dat daar ook volwassen mensen en gezinnen tussen komen. Waardoor je daar wat meer balans in krijgt. Ja. In het beginsel was dat ook even wennen. Ook voor inwoners van Veenendaal. Maar je ziet dat dat op een aantal kleine incidenten na toch goed verloopt. En daar hebben we ook heel goed contact over met de gemeentelijke organisatie en met de burgemeester van Utrechtse Heuvelrug. En zo dragen we zowel voor de wat langere termijn als ook voor de kortere termijn toch ons steentje bij. En daar ben ik blij om. Komen er nog meer? Want in Ede praten we over 600 die dan te verdelen worden in kleinere units, hè, na de protesten in Otterlo. En wat doet Veenendaal? Is daar iets van te verwachten? Nou, kijk, Veenendaal heeft een ander soortige gemeente dan Ede natuurlijk. Ja, Ede heeft een groot buitengebied. Ja, Veenendaal heeft dat niet. We zijn echt een stedelijke gemeente. Dus bij ons zal het toch voornamelijk gaan, denk ik, als het nog een keer zou gebeuren, om weer opnieuw crisisnoodopvang. Daar hebben we inmiddels de nodige ervaring mee. En dat zullen we dan ook prima kunnen. Daar is op dit moment geen sprake van. Maar daar kan ik gewoon nu geen concreet antwoord op geven. Omdat het echt even afwachten is hoe die vluchtelingenstroom zich gaat ontwikkelen. En ook voor 2016 wordt het toch wel verwacht dat daar nog wel weer het een en ander aan vluchtelingen het land binnenkomt. Duitsland heeft al 1 miljoen binnengekregen. Ja, maar daar is de situatie natuurlijk ook weer anders dan in Nederland. We moeten dat toch, daar zijn we toch voor een deel ook echt afhankelijk van Europese afspraken en hoe onze eigen regering daar vervolgens mee omgaat. Maar laat ik zo zeggen, wij dragen ons steentje bij als dat nodig is. Prima. We gaan luisteren naar Stevie Wonder. Don't you worry about a thing.